Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Rita Thijs uit Kasterlee. Ik ben gehuwd met Jan en heb 2 kinderen, 23 en 21 jaar oud. Momenteel ben ik gemeenteraadslid in Kasterlee. Op 26 mei vind je mij terug op de lijst van het Vlaams Parlement, op de 6e plaats, provincie Antwerpen. Ik heb heel wat ervaring in de bedrijfswereld en die zou ik graag inzetten voor een beter Vlaanderen. Tot 26 mei. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk in 2012 gestart bij de gemeentepolitiek. En het was eigenlijk, ik werd gevraagd om op de lijst te komen en het was eigenlijk op het juiste moment. Want op dat moment was er, ja, lokaal waren er wat zaken waar ik mij niet echt goed in kon vinden. En dan kan je 2 dingen doen. Ofwel blijf je aan de kant staan en ga je wat zagen en zeuren. Ofwel zeg je van kijk, ik ga het proberen om daar iets zelf aan te doen, om mee te werken aan het beleid. Ik heb voor dat laatste gekozen en dan ben ik in 2012 gemeenteraadslid geworden. En nu met de verkiezing van oktober is dat nog eens bevestigd. Dus momenteel zit ik dus in de lokale politiek. Maar ik wens eigenlijk ook wel mijn ervaring van het bedrijfswereld waar ik eigenlijk uit kom, te gaan inzetten op Vlaams niveau. Omdat ik denk dat daar ook nog heel veel te doen is. En ja, ik bouw graag mee op aan een positief verhaal. Welke quote heeft u gekozen? Mijn quote is pottenbreken voor onze toekomst. Ik heb daar trouwens zelf een filmpje, een beetje een ludiek filmpje over gemaakt, omdat ik vind dat er heel wat moet veranderen in de politiek. Als we zien hoeveel tijd men besteedt aan, ja, ik noem dat het gehakketak tussen partijen, en elke partij doet daar spijtig genoeg wel aan mee, dan denk ik dat het veel beter is dat wij onze energie gaan steken in echt het lange termijnvisie opbouwen, want dat ontbreekt. Hè. Dus men gaat van legislatuur tot legislatuur. Dat systeem van de manier waarop wij politiek doen, vind ik echt niet gezond. En nu ook, alles wordt weer gedaan om de gunst van de kiezer te krijgen. Die energie, als je die zou steken in werkelijk het beleid uitstippelen, maar samen over de partijgrenzen heen, dan denk ik dat we al een stuk sterker staan en verder gaan komen. Je kan onmogelijk elke legislatuur opnieuw gaan beginnen en zeggen van wat gaan we doen. Nee, je moet een lange termijnvisie opbouwen, zodanig dat je echt sterk staat in Vlaanderen, in België, in Europa, maar vooral ook op wereldniveau. En dat kan je niet van legislatuur. Je start iets, volgende verkiezingen zijn er, nieuwe partijen starten. Je gaat terug eigenlijk een nieuw plan of een nieuwe visie uitbouwen. Ik denk dat het belangrijk is dat we over de partijgrenzen heen kunnen gaan zeggen van kijk, wat moet er gebeuren en we gaan doen wat er moet gebeuren. En soms betekent dat je dingen gaat doen voor de kiezer die niet zo in de smaak vallen. Maar je moet het lef hebben om die beslissingen te nemen. Want soms moet je een keer een stap achteruit nemen om echt verder te gaan opbouwen. Maar het is zo dat ons kiessysteem, niemand durft zijn nek uitsteken, want dan ga je de volgende keer niet meer verkozen geraken. Maar er moeten soms wel potten gebroken worden en de juiste beslissingen moet men durven nemen. En die zijn niet altijd populair. Ja? Dus dat is eigenlijk ja, wat ik zeg, potten breken. We hebben innovatie in de politiek nodig. De wereld rondom ons verandert heel snel. Maar als je ziet de laatste decennia, de manier waarop wij het beleid doen, de manier van ons politiek systeem, is eigenlijk niks veranderd. En ik denk dat het hoog tijd is dat we dat met een gezonde visie gaan herbekijken om echt te gaan samenwerken. En die verkiezingsstrijd, zoals het nu, ja, het is weer de periode, het is heel gemakkelijk om beloftes te maken, maar als je aan één knopje gaat draaien, als je zegt van we gaan de pensioenen verhogen of we gaan meer netto inkomsten, dan betekent dat je ook op andere knopjes moet gaan bijsturen. En dat verhaal vergeet men dan soms wel erbij te vertellen, waardoor die beloftes zijn wel goed bedoeld, maar men kan ze dan ook niet altijd gaan waarmaken. Dus ik pleit voor meer samenwerking over de partijgrenzen heen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, dat is een moeilijke vraag, want ik zie dus politiekers waar ik zeg van ja, kijk, dat trekt me aan in die persoon en die persoon. Er is een lokale kandidaat van Open VLD, provincie Antwerpen, Willem-Frederik Schils, die mij wel heel echt aanstaat in de zin van het is een intelligente man, hij heeft ook pas een boek geschreven over het klimaat. Vrij interessant om door te nemen.
En wat mij aanspreekt in hem is dat hij iemand is waar ik geloof dat hij eigenlijk de mentaliteit heeft om die nieuwe politieke cultuur te gaan vormgeven. Dus iemand die, hij is trouwens gehuwd met iemand van Groen, maar iemand met een open visie die ook begrijpt dat andere elementen van andere politieke partijen belangrijk zijn om in zijn geheel te gaan bekijken. Ik denk dat het iemand is die die bruggen kan maken om een nieuwe politieke cultuur te gaan vestigen. Een ander boegbeeld, meer uit de Kempen, dus waar ik vandaan kom, dat is Frank Wilrijks van Merksplas. Het is een harde werker, iemand die echt ervoor gaat en die heel dicht bij de bevolking staat. En het is ook iemand die eigenlijk voor de Kempen een belangrijke figuur is. Dus ik kijk wel ook naar hem op wat hij bijvoorbeeld in Merksplas zelf gerealiseerd heeft. En ik denk dat hij ook op Vlaams niveau heel wat kan betekenen voor ons. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses, ik kom uit de wereld een beetje van technologie, wetenschap, ondernemerschap. Energie vind ik een heel belangrijke, gewoon de technologische ontwikkeling, omdat daar toch heel wat te gebeuren valt, ook voor ons klimaat uiteraard. De economie, ondernemerschap vind ik een belangrijke pijler. Het is zo dat als dat niet goed draait, dan hebben wij eigenlijk, dat is eigenlijk de bron van een goede samenleving. Als de economie goed draait, dan hebben wij eigenlijk een mogelijkheid om een goed sociaal vangnet te bouwen, zodat iedereen mee kan in het systeem. Uiteraard, wat belangrijk is om een goede economie te hebben en een sterk ondernemerschap, dat is dat wij een goed onderwijssysteem hebben. Innovatie, kennis, dat zijn eigenlijk onze grondstoffen. We hebben eigenlijk geen andere grondstof. Dat is voor ons heel belangrijk om die kennis op peil te houden. Dus ik denk dat inzetten op innovatie, educatie, dat voor ons een heel belangrijke pijler gaat zijn ook. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, ik heb het al net een beetje aangehaald. Hè. Dus de manier waarop wij de dag van vandaag politiek organiseren. Ik denk dat we echt dat moeten gaan veranderen. En de lange termijnvisie, maar toch met de mogelijkheid om op korte termijn wat te gaan bijsturen. Alles evolueert zo snel dat als je vandaag een visie uitbouwt, dan ga je dat toch regelmatig moeten bijschroeven. Wij moeten ons ook bewust zijn dat het niet meer gaat over lokaal alleen maar zaken doen. Wij zijn een Vlaanderen, die horen in een België, in Europa. En wij moeten eigenlijk, het is een complex geheel aan het worden. En ik denk wat belangrijk is, dat politici zich goed laten bijstaan door onderzoekers, wetenschappers, mensen die eigenlijk die complexe materie goed kunnen analyseren. Ik zie dat heel wat partijen ook beroep doen op die mensen om hun visie te bepalen. Zeggen van oké, hoe gaan wij dat aanpakken? Want het is een complexe wereld waar we de dag van vandaag in leven. En we moeten het echt ook op het wereldniveau gaan kunnen bekijken. Wat is de impact van zaken die wij lokaal doen op België, op Europa en in het totale plaatje van de wereld. Dus ik denk ons laten bijstaan door mensen, onderzoekers, en dat we dat samen doen met alle politieke partijen om te zien van kijk, wat is nu wat er moet gebeuren en wij moeten wel dringend zaken gaan anders aanpakken om mee te stappen en mee te gaan in de snelle evolutie van onze wereld. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een misschien niet zo alledaags voorwerp meegenomen. Ik ga het u even tonen. Dit is een 3D geprint stukje. Dat is eigenlijk een onderdeel van een 3D printer. Dus de vraag is, wat was er eerst, de kip of het ei? Ik heb het niet meegenomen zomaar voor dit stuk, maar eigenlijk als symbool voor innovatie. Ja. Het is heel belangrijk dat wij als Vlaanderen beseffen dat de trein van de innovatie en technologie voorbij raast. En wij moeten zorgen dat we op die trein springen. Ik zie in Vlaanderen jammer genoeg vaak dat wij bijvoorbeeld nog maar ten opzichte van Nederland vaak op technologie, innovatie achterop lopen. En ik denk dat wij heel sterk moeten gaan inzetten op onderwijs, op kennis, innovatie, om mee te zijn met de nieuwe technologie en ontwikkelingen. En ik ben ervan overtuigd, wij hebben de kennis, wij hebben goede onderzoekers, wij hebben sterke universiteiten, maar wij moeten toch nog meer gaan inzetten om ons te profileren op wereldniveau.
Het grootste risico dat wij hebben, en dat is niet alleen in België, maar ook op Europees niveau, en dat is eigenlijk de grootste bekommernis die ik heb, is dat wij gaan afstevenen op een oud, arm Europa. Als wij niet beseffen dat wij op Europees niveau naar voren moeten komen, omdat wij als wereldspeler achterop beginnen te raken, dat baart mij zorgen. En ik denk dat dit gewoon symbool staat voor innovatie en zorgen dat wij op wereldniveau mee kunnen met de nieuwe ontwikkelingen.